Vitesse. Vitesse is ook de tegenstander die zondag naar Spangen komt, maar dan voor de competitie. We gaan luisteren naar Michel Valken. Ja, ik denk dat, dat Vitesse ons wel ligt. We hebben de afgelopen seizoen altijd wel lekker gespeeld tegen Vitesse. En toen speelden wij ook een stuk minder als nu. Dus ik denk wel dat het een hele leuke wedstrijd wordt, ook de komende voor de competitie. Nou ja, we kunnen in ieder geval vrijheid spelen. Dat doen we ook als spelen thuis. Nou, we hebben een groot scorend vermogen in de ploeg. Iedereen kan scoren bij ons. Dus ik denk gewoon dat Vitesse het heel moeilijk krijgt tegen ons. En zondag gaan jullie ze gelijk al een keer pakken. Ik hoop het wel. Even voor kunnen krijgen. Mitchell van der Graaf, de speler van Sparta. Ja, Mitchell, welkom bij ons in de studio. 20 jaar, we zagen het, verdediger, nummer 3. Je bent uitgeleend van PSV aan Sparta, hè? Veel mensen weten dat niet. Net als Faber en Veldman ben jij eigendom van PSV. Kan je eens wat meer over jezelf vertellen? Waar heb je allemaal gespeeld? Waar kom je eigenlijk vandaan? Ik kom uit Brummen, dat is in Gelderland, vlakbij Arnhem. Klein plaatsje. Heel klein plaatsje. En ik heb een aantal jaren bij Brummen gespeeld. Ik heb ben vandaan naar de Graafschap gegaan, heb 2 jaar gespeeld. In de jeugd? In de jeugd. En toen ben ik naar PSV gegaan, toen ben ik naar het internaat gegaan, heb ik 3 jaar gezeten. Hoe was dat, dat internaat? Ik heb 2 jaar heel goed naar mijn zin gehad. 3e jaar had ik eigenlijk niet moeten doen. Ik was wat te oud. Samen met nog een paar spelers waren we 18. Je moet daar niet te lang blijven, bedoel je? Nee, op een gegeven moment, je hebt regels, je moet om 9:30 naar bed. Tot je 17e, dan gaat het wel. Maar op een gegeven moment dan zeg je, nou, we willen wel eens een keer een film afkijken bij wijze van spreken. Dus ik heb er 2 goede jaren gehad. Het laatste jaar wat minder, maar ik heb het goed naar mijn zin gehad. En ik heb daar tot in de 2e helft gespeeld. En toen ben ik op uitlijnbasis naar NEC gegaan. Als je in dat internaat, zodat je onderbreekt zit, hè, dan wordt er gesproken over de grote talenten van PSV. Hè? Maar jij kwam in de 2e, werd uitgeleend aan NEC en nu aan Sparta. Kan je dan zeggen dat je het niet gehaald hebt? Nee, dat denk ik niet. Kijk, als je bij PSV... in het eerste staat, dan moet je gewoon rechtstreeks vanuit de jeugd, dan moet je gewoon heel veel kwaliteit hebben. En op dat moment achtte PSV mij niet goed genoeg om meteen door te stoten naar het eerste. En vonden ze het beter dat ik eerst wat ervaring opdeed. Dus ik ben naar NEC gegaan en vandaar heb ik nou afgelopen jaar bij Sparta gespeeld. En dit wordt dan mijn 2e jaar. Maar ja, je doet nou ervaring op en dan kan PSV pas zeggen, ja, hij haalt het of niet. En dan kan ik het ook zelf zeggen. Ja, je zit nu bij Sparta, we komen dadelijk nog even terug op dat aspect wat je net noemde. Sparta, leuke club. Het is een club waarvan gezegd wordt, die straalt voetbal uit. Ik heb het uitzeker naar mijn zin. We hebben echt een hele leuke groep. We hebben een jonge groep. En het gaat dit jaar gewoon heel goed. En dan is altijd alles goed, de sfeer is goed. Dus ik heb het uitzeker naar mijn zin. Was vorig jaar minder? Nou, verleden jaar was het ook wel allemaal leuk, maar ja, toen stonden we bijna op degraderen. En ja, het gaat toch om het voetballen en hoe leuk het ook wel kan zijn bij een club. Maar je moet gewoon presteren en het liefst er bovenin. En als je dan onderaan loopt te spelen, dan je wilt toch het hoogste halen. En dan is dat weinig. Het seizoen van verleden jaar was gewoon niet goed. Ja. Sparta, daar ben je dus terechtgekomen, 20 jaar, internaat gezeten, PSV. Jij bent, het is misschien raar, maar je bent gewoon een van de betere spelers dit seizoen. Hè? Het is moeilijk om van jezelf te zeggen misschien, maar je bent buitengewoon goed bezig. Ik kan me ook niet voorstellen dat Sparta jouw eindstation is. Hoe kijk je er zelf tegenaan? Nou, kijk, ik ben nu 20 en ik wil kijken gewoon of ik bij PSV in het eerste kan komen, omdat ik ben nog van PSV, dus dat scheelt dan nog. Maar nog 1 jaar, hè, hierna? Nog 1 jaar, maar ik weet wel dat er weinig spelers die uitgeleend zijn teruggegaan zijn naar PSV. Dat is maar 1 speler. Van Aarle. Dat is Van Aarle, dus je moet wel reëel zijn. Ik doe gewoon mijn best en dan zie ik het wel weer aan het eind van het jaar. En als de berichten goed zijn en ze komen kijken en ze zeggen, nou, we denken dat hij een versterking is, dan durf ik die stap wel aan. Maar als het niet zo is, ja, ik weet het van mezelf dat ik alles aan doe en dat ik er alles aan gedaan heb dan. Nou, je bent gewoon buitengewoon goed in vorm, wat ik al zei. Maar hoe gaat nou zoiets, hè? Kees Ploegsma is de baas bij PSV. Die heb ik nog nooit gezien op Spangen.
Nee, maar Kees Vloesma die heeft een technische staf. En, die komen wel eens kijken bij Sparta? Ja, er zijn jeugdtrainers die komen kijken, die maken een rapport over je op. Dat weet ik, die zie ik af en toe. Dus die komen naar wedstrijden kijken en die brengen dan weer verslag uit bij de heer Vloesma. Zo gaat dat. En zou je dat het liefst willen, terug naar PSV? Ja, wie niet? Dat is het hoogste. En PSV speelt Europees voetbal en PSV is kampioen van Nederland geweest geworden. En dat is gewoon top in Nederland. En je bent het niet minder dan zo'n Stan Valks, denk ik. Dat moet nog blijken, maar op dit moment denk ik, nou ja, hij heeft meer gewoon in de goede vorm. Je kan toch gewoon wel zeggen dat je net zo goed bent als Valks? Of vind je vanzelf zelf van niet? Nou, kijk, Valks heeft wat meer wedstrijden gespeeld, heeft ook Europees gespeeld. Ik heb nou Eredivisie niveau gespeeld en dat kan ik aan Eredivisie niveau. Jij schakelt gewoon wekelijks die spits uit. Dat is ook de bedoeling, daarvoor sta ik er ook. En als ik nou bij PSV zou spelen, zou ik zeggen, ik zou het denk ik niet minder doen. Je hebt bij PSV betere spelers, dus dan moet het ook beter gaan. Het zou misschien makkelijker zijn om daar te voetballen als voorstopper dan hier. Ja, je hebt betere spelers om je heen en dan is het altijd makkelijker voetballen. Ja, andere kant van het verhaal is natuurlijk dat wij in Rotterdam blij zijn dat je hier speelt met je maatjes Faber en Veldman van PSV. Hoe groot is nou de kans dat jullie hier blijven? Want er wordt wel gezegd van Sparta zou jullie alle drie wel willen kopen. Ja, dat heb ik ook gehoord, maar aan het einde van het seizoen dan worden de beslissingen genomen. Kijk, het is nou nog vrij vroeg om te zeggen wat er volgend jaar gaat gebeuren. En ja, ik zie het wel. Ik heb het uitstekend naar mijn zin. En mocht het PSV niet worden, ik heb het heel goed naar mijn zin. En dan blijf ik heel graag bij Sparta. Ja, Sparta dat zondag speelt tegen Vitesse. Het is de nummer 5 tegen de nummer 4. Sparta dat een hele goede start heeft gehad in deze competitie. Hoe ver zie jij die ploeg komen? Nou, zoals we nou spelen, denk ik dat we het zeker tot de winterstop zo volhouden. Dan hebben we 20 wedstrijden gespeeld. En dan hopen we 23, 24 punten te hebben. Dan zijn er nog 14 wedstrijden te spelen. En dan, ja, dan maken we, zoals we spelen, zoals we nu spelen, dan maken we gewoon een goede kans. Europees voetbal wil ik niet over hebben, maar dat we gewoon lekker in die middenmoot mee draaien. En misschien even naar boven kunnen kijken, zoals we nu spelen. Maar we weten in ieder geval hoe we het verleden jaar gespeeld hebben. Dan ging het heel moeizaam, dus ja, dat kan altijd. Ja, dit seizoen gaat het buitengewoon goed. Tot slot, zondag, tegen wie sta je? Ik denk dat ik tegen Van Arum sta. Dat is de kleine, hè, geloof ik? Nee. Oh, nee, heel de kleine. Maar Van Arum, Hans van Arum, ja. Een van de spitsen. En wat wordt het? Sparta weer winnen? Tuurlijk, thuis winnen we altijd, dus ik gok op een 3-1. Oké. Michel, bedankt voor je komst en veel succes zondag. Nou, dit was het voor wat betreft...